de plaats. Twee groepen die alle twee al jaren meedoen aan het Liedjesfestival. Kom eens naar boven, Koskoje en Halverwege. Tweemaal deelnemers grote loopgroep Carnavalsoptocht 2003. Afgelopen zaterdag hebben we het Koskoje nog gezien op het Moesbal, waar ze de zaal weer in de opperste extase brachten en schitterend hun liedjes weer zongen. Wat zijn we daar blij om dat jullie dat doen en blijven doen. Dankjewel. De winnaars van het Liedjesfestival, Halverwege. Deze dag hadden ze de afgelopen jaar. En dan hebben ze een hoop gezongen en we zijn blij dat we ze hebben. Ze doen mee aan de pronkzitting. Dus wat dat betreft twee hele actieve clubs in Moesland. De zevende plaats bij de grote loopgroepen. Ze doen al zo lang mee, dat kunnen je niet heuren. Ze doen al heel lang mee. Ze zijn bekend van de muziek. Volwassenen, kinderen met heel veel mooi slagwerk. Zevende plaats. Het Koskoje! En als de zevende plaats voor het Koskoje is, dan is het duidelijk. Dan is de zesde plaats voor een clubje wat maar niet verder komt. Ze komen echt niet verder. Vorig jaar waren ze tiende. En toch blijven ze altijd ergens halverwege steken. Ze waren redelijk netjes. Tenminste, op en na. En een fouten was erbij. Kom eens naar voren. Maar die was wel heel fout. Ken je hem nog? Ik denk dat iedereen hem kent. Hij reed vroeger in een klein Fiatje. Hier staat hij, samen met zijn clubje Halverwege. Zesde plaats, en wie is dit? Uiteraard Prins Hans Hurkens. Ex-Prins Hans Hurkens. En hij krijgt van Prins Arnold een onderscheiding ontvangen. Ze vissen achter het net. Ze zitten op internet. Netjes of. Drie nette heren, net vijf en een dame in netjes gehuld. Maar zo'n vieze nette. Nee, en netjes. Niet netjes. Kei vies was het, Hans. Maar wel bedankt. Zesde plaats, Carnavalsvereniging Halverwege. En heel graag een afmars voor deze twee grandioze clubs.